Alexander de Grote is geboren in 356 voor Christus in het historische stadje Pella. Zijn vader, Filip II, was koning van Macedonië, maar hij werd vermoord. En Alexander werd de nieuwe koning. Hij vond de moord op zijn vader ook duidelijk niet zo erg, want hij erfde een machtig rijk met een ervaren leger waarmee hij bleef veroveren en bleef uitbreiden tot hij het hele Perzische Rijk veroverde tot de Indusrivier.